Deze beschouwing gaat over abortus. Over dit onderwerp heb ik het vaker gehad. En ik heb het zelf meegemaakt. Dat mijn kind werd vermoord in Den Haag. Mijn kind was toen 12 weken. Nee, 14 weken of zo. 14 weken. 3,5 maand onderweg. Dat is iets daar... Ja, daar zal ik nooit overheen komen. Ik weet niet meer precies de dag. Ik weet dat het een maandag was. En ik weet dat het... Het was 2 weken... voordat mijn vader overleed. Dus ik weet de datum wel ongeveer, wanneer het was. Maar het was een maandag. Dat kind was nu 11 geweest. Denk ik. Het is verwekt in juli, dacht ik. Ja, zoiets, 3,5 maand. En juli plus 3 maanden is dan oktober, half oktober. Ja, dus was in juli verwekt. Ja, dan ga het van 9 maanden. Dan heb je 7 van de maand juli plus 9. Dus 16 min 12 is 4. Dus was het april was het geboren geworden. April 2009 was het geboren geworden. Dus dan was het nu 11, denk ik dan. Hè? Zeg ik dat nog goed? Dus april 2009 was het 0. In 2010 was het 1. 2011 was het 2. Ik moet altijd mee oppassen. Dit heet een off-by-one error. Notoor bekend onder programmeurs. Daar kan je je zo lelijk in vergissen. Dat je er eentje naast zit. Hè? Het was april 2009 is die geboren geweest. Dus dan, het is nu dan mei 2019. Nou, dus in 2010 was het 1 geweest. Nee, was het nu 10 geweest, ja. Houd het in, groep 6 gezeten van het primair onderwijs. Het was denk ik een slimmerik geworden. Ik ga ervan uit dat het een jongen was geworden. Hij schopte al in de buik en dat bij zo'n jonge leeftijd al trap. Dat doet je toch vermoeden dat het gaat om een jongetje. Dat was bitter. De zwartste dag uit mijn leven. Onze samenleving is afgegleden. Dat vind ik. En dit was niet nodig geweest. Ja. En ik zal dat nooit vergeten, dat het gebeurd is. En ik zal altijd weer een reden vinden om er nog een keer een uitzending over te houden. Om de mensen van Nederland te waarschuwen over dit afschuwelijke fenomeen. En dan zeg ik niet dat je het moet verbieden.
Maar ik zeg dat dat niet thuis hoort in het ziekenfondspakket. Of wat dan heet de verplichte volksgezondheidsverzekering. En ben je een dokter, dan doe je het, dan heb je het niet te doen. Zo. Ben je zo'n iemand die dan een jarenlang gestudeerd heeft op kosten van de samenleving om dan arts te zijn? Dat is best. Maar je besteedt je werkende carrière aan het helpen van mensen en niet aan het vermoorden van mensen. Daar is je opleiding niet voor bedoeld. Hoe heeft die abortus plaats kunnen vinden in mijn geval? Nou, de moeder van mijn kind heeft een ernstig jeugdtrauma. En is daarmee psychisch heel instabiel. Maar met de goede begeleiding, en ik was een goede man. Met een goede man aan haar zijde was er niks aan de hand geweest. En ze had mij, dus er was niks aan de hand. Maar ze is psychisch instabiel. Of hoe moet je het zeggen? Je kan ook zeggen, zo gek als een deur. Ik zat met haar bij zo'n instituut voor het ongewenste moederschap. FIOM heette dat. Die hadden toen een filiaal in Nijmegen. En daar werd tegen haar gezegd van, mevrouw, u heeft een ernstig jeugdtrauma. En de oplossing is niet om het kind in uw buik te vermoorden. De oplossing is dat u wat gaat doen aan dat ernstige jeugdtrauma. De woorden van professionals. Maar ja, dan moet je weten dat die vrouw in kwestie, die is zo gek als een deur. Dus toen we daar weggingen, dan was ze heel boos op mij. Want ik had een ernstig jeugdtrauma. En wanneer ging ik nou naar een psychiater toe? En ik zei tegen haar van, hé, maar dat werd niet tegen mij gezegd, dat werd tegen jou gezegd. Nee, zei ze, dat werd tegen jou gezegd. Ik zei, nee, dat werd tegen jou gezegd. Nee, ik ging niet tegen haar in. Ik heb wel gezegd, het werd tegen jou gezegd. En niet, het werd niet tegen mij gezegd. Ze zei tegen jou. Maar ze bleef bij haar standpunt dat het tegen mij was gezegd. En ik was dan gek. Ja, dat heb je met die mensen met zo'n trauma. Maar dat wil niet zeggen dat je die kinderen daarom moet vermoorden. Slotverrekening, het eerste kind wat ze niet heeft laten vermoorden. Waarom weet ik dan eigenlijk achteraf ook niet. Dat is er redelijk goed terechtgekomen. Redelijk, hè? Ondanks wat die moeder, want die moeder heeft vervelende dingen gedaan naar dat kind toe ook. Hoor. Ja, dat was niet leuk. Maar dan nog is mijn dochter redelijk goed terechtgekomen. En mijn zoon is terechtgekomen in een vuilnisbak. Of zijn onderdelen, lichaamsonderdelen zijn verkocht, kan ook nog. Want dat doen ze ook. Hè. Het is geld waard, hè, dat babycelmateriaal. Dus je weet het niet wat ze ermee doen. Die abortusklinieken, en in dit geval was er een in Den Haag, omdat een abortus van 14 weken, dat kan je niet zomaar overal laten doen. Dat is bijna het tweede trimester. En dan praat je al over iets wat eruit ziet als een mens, hoor. Het heeft een bloedsomloop, het hart kloppen de klop, de hersenen zitten er allemaal, het heeft dan een hoofd. En het is een, ja, iets. Het is een
gemeten zonder benen, hè, is het ongeveer zo groot als je hand. Dus hoofd en romp samen is zo groot als je hand. Het is toch niet eens makkelijk om dat te apporteren. Dat kan alleen maar, daar moet je specialistisch voor zijn. Het kan in Den Haag, dus. Dat ik het weet. Er zijn mensen die doen er heel makkelijk over. En die mensen haat ik. Daar heb ik geen respect voor. Hey, toen ik geboren werd, dat was mijn ouders, mijn vader en mijn moeder, die hebben seks gehad toen ze 17 waren, achter het schuurtje. Zo. Toen was mijn moeder zwanger. Het was een ongelofelijke toestand. In het dorp was dat een schande. Hè? Want dat hoorde niet. Je hoorde niet als vrouw zomaar zwanger te zijn, terwijl je niet eens getrouwd was. Nou, dat was mijn moeder dus wel. En het hele dorp wist dat. Of het hele dorp. En mijn vader, toen hij 18 was, die moest het leger in en dat soort dingen. Maar dan kwam hij dan met verlof. En dan ging hij met mij een eindje wandelen, boodschappen doen of zo. En ik in, wat zit dan? In zo'n babywagen. Een kinderwagen. En dan liep hij met die kinderwagen door het dorp en hij voelde al die ogen prikken en hij schaamde zich. Heeft hij mij verteld. En mijn tante Til, die vertelde mij dit jaar, niet zo lang geleden, dat haar moeder, mijn oma dus, de tante Til is de jongste zus van mijn vader, dat die moeder heeft gezegd, vlak voordat ze overleed, dat ze achteraf bezien dat huwelijk niet had gesteund. En toen was het wel, hè, dat zij van mening was van nou, dat buurmeisje is zwanger geraakt en nou, dan moet je maar trouwen met dat meisje ook. Tegen mijn vader dan. Hè? En dat ze, ja, voordat ze stierf, heeft gezegd van ja, dat, zo denk ik er nu niet meer over. En mijn tante Til zei er gelijk achteraan, want het is niet zo dat ze bedoelde dat jij geaborteerd had moeten worden. Zo moest ik het niet zien. Want abortus in die dagen, en dan praat je over 1959. Dat was niet normaal. Ja. Daar wist niemand van. Als dat gebeurde, gebeurde dat helemaal in het geheim. Niemand kwam daarvoor uit. Er was een andere moraal. Maar ja, toen kwam de jaren 60 met vrije liefde, vrije seks. Dan laat het woord vrije liefde maar weg. Het gaat gewoon om de seks. Want seks moet maar kunnen wanneer je er maar zin in hebt. Ja, toen is er een ding veranderd in Nederland. En in 2008, toen was de moeder van mijn eerste kind, die werd voor de tweede keer zwanger. En voor haar was het van, ja, nou ja, ik wil een abortus. Want dat kan. En dat kan ook. Je hoeft in Nederland tegenwoordig maar naar een huisarts te gaan en te zeggen, ik ben zwanger en ik wil het niet. En dan zegt de arts van, nou is goed, krijg je abortus. Alsof je een broodje kaas bestelt bij de snackbar.
En dat klopt niet. Want abortus, dat is moord. En dan gaan mensen die dan voor de keuze zijn, op het Amerikaans zeggen ze dat, hè, pro-choice, dat de vrouw mag dan kiezen. Die komen dan gelijk met die uitzonderingsgevallen van verkrachting en van ernstige medische complicaties of zo, hè. Maar dat is niet de bulk. De bulk is dat helemaal niet. En zelfs in het geval van een verkrachting denk ik van ja, het is niet de schuld van het kind in de buik dat de moeder is verkracht. Dus waarom zou dat kind ervoor moeten boeten met zijn leven? Voor iets wat die moeder is overkomen. Het is helemaal niet goed, die abortuswetgeving. Het is satanistisch en fout. En het heeft niks te maken met de keuzevrijheid van de vrouw. Het heeft te maken met moord. Ik was bij de... Na die abortus werd de moeder van mijn kind, van mijn eerste kind, helemaal gek. Die sloeg psychisch totaal door. Oh, wat een drama. Nou, dat hebben we nog iets van 6 maanden volgehouden of zo. Iets langer misschien. Toen zaten we weer bij de relatietherapeut en zij wilde scheiden. Terwijl een jaar daarvoor ging alles goed eigenlijk. Wel relatief goed. Eindelijk. Geen ruzies. Ik dacht, eindelijk heb ik de boel in harmonie. En dan gaan we fijn zorgen voor ons kind en een gezinnetje zijn. Hè? Ja, toen werd ze zwanger, en toen was ze abortus en daar werd ze nog gekker van. En Jan en Alleman stond in de startblokken klaar om mijn rol als haar man, zeg maar, over te nemen. Dus iedereen sprak haar naar de mond. Voor die mannen die dat gedaan hebben, die vrouw als het ware losgeweekt hebben, niet alleen van mij, maar die dus meegeholpen hebben aan het vernietigen van het gezin van mijn kind. Romeinen 12 vers 19 zegt, de wrake is mij. Ik hoop dat God zich houdt aan zijn belofte. Tuig is het. Ik hoop dat je hier tegen kan, hè? Dat ik zo mij openlijk uitspreek over het feit dat mijn tweede kind is vermoord. Het had al een hartslag, het had dus een bloedsomloop, het had dus een werkend hersengebeurend systeem. Het was al bewust. Op een heel laag niveau, maar het was bewuster dan een baksteen. Of een vrat. En dat ik zo ontstemd ben over de moord op mijn tweede kind heeft alles te maken met de samenleving en de wetgeving. En dit is dan het gevolg van die wetgeving, namelijk dat je een vader hebt wiens tweede kind is vermoord en daar 11 jaar later nog niet overheen is. En als jij zelf geen kinderen hebt, dan weet je niet wat het is om een kind te hebben dat vermoord is.
Dan kan je in mijn geval nog zeggen van, ja, maar je hebt dat kind nooit gezien. Nee. Het was mijn tweede kind. Ik wist toch dat die vrouw zwanger was. Ik zat al te rekenen, want het was toen 2008. Ik denk, jeetje, ja. Want zo dadelijk in 2011, 2012, dan is mijn kind klaar met het primair onderwijs, het eerste kind. En dan zou ik dus nooit meer dat kind naar school hoeven brengen. Wat ik helemaal geen pre vond. Want ik vond het hartstikke leuk om het kind naar school te brengen en van school te halen. En ik heb al zelfs al verteld van, mijn ega is weer zwanger. En ja, geweldig man, want tegen de tijd dat het kind dan naar school moet, dat is net het moment waarop het eerste kind van school af is. En dan ga ik er weer naartoe naar diezelfde school. Dan zeg ik, hallo, daar ben ik weer. Ja. Kan ik lekker nog, wat is het? Ja, 8 jaar lang of zo, hè? Lekker het kind naar school brengen en van school halen. Man, dat is hartstikke leuk werk. Nou had ik dat nu nog steeds gedaan, hè? Nee, maar dat is leuk, joh. En dan een jongetje. Wauw. Dus dat gaat nooit meer weg, zo'n verlies. En als je zelf kinderen hebt, dan mag je dat begrijpen. En als je zelf een kind hebt gehad, wat is het, zoals ik dat heb gehad, dat het geaborteerd wordt door de moeder en je bent je kind kwijt. Ja, dan weet je waar ik het over heb. En als je dat in beide gevallen dus allebei niet hebt, je helemaal niet weet waar ik het over heb, nou, bij deze luister dan naar mijn bedroefde stem. Want dit gaat nooit meer weg. En waar is de samenleving mee bezig? Wat heeft het nou voor nut om iets als een abortus te faciliteren? Als de vrouw zo graag baas wil zijn in eigen buik, nou, leer die vrouwen dan, die zo graag baas willen zijn in eigen buik, dat zij degene zijn die bepalen of er iemand zijn penis in stopt. En in het geval van een verkrachting, ja, dan snap ik ook wel dat dan met geweld en allerlei toestanden en zo. Maar dat zijn de uitzonderingen. En vrouwen die verkracht zijn, en ja, ik zeg, ze moeten de zwangerschap uitdragen. En die vrouwen dienen begeleid te worden. Die doen echt in een ruime mate, moeten ze geholpen worden en vertroeteld. Van mijn part krijgen ze een vakantie aangeboden van 7 maanden of zo. Geheel verzorgd naar Roemenië. Weg van iedereen. In een fijne omgeving. Met lekker weer. Ergens in de bossen met waterpartijen. Kijk, er zijn ouders genoeg die een kind willen adopteren. Genoeg. Misschien moet ik de zwangerschap uitdragen als verkrachte vrouw. En je staat je kind af. Ja, of je wil er zelf voor zorgen, kan natuurlijk ook. Maar meestal willen vrouwen dat dan niet. En dan sta je dat kind af. Klaar. En je pakt je oude leven weer op. En voortaan niet meer zonder pepperspray door het donkere bospaadje gaan. Of hoe je ook maar verkracht bent. Want achteraf misschien kon je misschien, had je er zelf wat aan kunnen doen ter voorkoming of zo. Ik zeg niet dat elke verkrachting de schuld is van een vrouw. Maar als je verkracht bent, dan kan je achteraf nog eens op een rijtje zetten hoe dat had kunnen komen.
En dan denk ik toch aan dingen als pepperspray. Ga niet lopen zeiken dat pepperspray verboden is, want pepperspray dat is gewoon in Nederland. Jan en alleman heeft het in huis. Het enige wat jij als vrouw moet hebben, is je moet het bij je hebben. En dan kan je niks overkomen, joh. Zo ook voor die dames dan die nog niet verkracht zijn, pepperspray. Je zorgt er maar voor. Voorkomen is beter dan apporteren. En al die vrouwen die dan zo losjes hebben gedaan over seks. En dan hebben ze seks gehad met weet ik veel wat. En ineens, oh, ik ben zwanger. Oh, ja, ik wil het eigenlijk niet. He, zoals de moeder van mijn kind. Ja. Tegen die vrouwen moet je heel droogjes zeggen. Van ja, had je maar geen seks moeten hebben. Ja, en nou ben je zwanger. Ja, het is jouw buik. Het is jouw kind. En jij bent er verantwoordelijk voor minimaal de komende 9 maanden. Punt. En als je er niet voor wil zorgen, nou, zelt het met die vrouw die verkracht is. Dan sta je het maar af. En in mijn speciale geval had dat heel grappig geworden. En dan was ik in het ouderlijk huis blijven wonen met het eerste kind en het tweede nieuwe kind met een min. Dus een vrouw die voor het kind zorgt. En dan maar flessenvoeding in plaats van borstvoeding. En dan die moeder mag lekker dan het wilde ruige leven in. Misbaksel dat ze is. Ze heeft een moord op haar geweten. Ik zal dat niet vergeten. Oh ja, en ik was bij de scheidingstoestanden. Toen stond ik daarbij stil. Dan zei ik dus, ja, mijn tweede kind is gedood. Zo, hè? Geaborteerd. Ik zei het nog netjes. En die scheidingspersoon, dinges, advocaat, een vrouw, die zei gelijk, dat mag je niet zeggen. Het is geen kind, het is een foetus. Ja. Dat is gehaspel met woorden, is dat. En dat was mijn tweede kind. En als die, dat verschrikkelijke mens van een scheidingsdingesbegeleider persoon daar moeite mee heeft, het interesseert me helemaal niks. Haar veracht ik. Ze heeft zelf nog een kind ook. Dat zal je moeder maar wezen. Ik heb te doen met haar kind. Wat een slechte inborst heeft die vrouw. Zucht, hè? Kijk, het punt blijft dat een eicel, dat is niks. Dat is net als elke andere cel van het lichaam van een vrouw. Daar zit het DNA in van de vrouw. En ja, als je een of ander puisje hebt of zo, ja, daar zit ook allemaal jouw DNA in. Ja, het is jouw lichaam, het is jouw lichaamsonderdeel. Hè? Maar op het moment dat daar een spermatozoïde bij komt en dan zzz, klak, boink. Ja, dan begint er wat. En een bevruchte eicel is geen onderdeel van jouw lichaam. Dus alles wat je daarmee laat gebeuren, dat laat je gebeuren met iets wat niet jouw lichaam is. Het is het lichaam van een ander. Een ander zonder stemrecht, zonder stem.
Maar dat betekent niet dat je daar maar van alles mee mag doen. Dat is immoreel. Ja, op internet staat zo'n man, weet je ook weer, Stefan Molyneux. Molyneux. Met een Y. Kan je zo vinden op internet. Die man die benadert alles buiten de Bijbel om. Puur seculier. Ja, die weet van filosofie, van Socrates, Aristoteles, Plato, zeg maar. Die benadert het zo. En die zegt het ook. Een abortus, dat is moord. En een vrouw die opdracht geeft tot abortus, is juridisch gesproken, nou is het dus niet momenteel, maar ervan uitgaande dat het uitvoeren van dat ding, van die abortus, dat is moord. En als je opdracht geeft tot moord, is dat net zo erg als dat je zelf de moord pleegt. Ook al heb je er alleen maar voor betaald. En dat wij leven in een samenleving waarin abortus zo makkelijk is. Schande over ons. Zeer erg. En moeten we dan terug naar de moraal die er was voordat het normaal was om je kind te laten aborteren? Jazeker. Ik zou zeggen, wij moeten terug naar de moraal in het algemeen. En niet meer zoiets als vrije liefde, vrije seks. Dat moet afgelopen zijn. Vrouwen moeten weer serieus worden over hun rol. En vrouwen kunnen iets wat mannen niet kunnen, en dat is namelijk kinderen dragen en baren. Dat is een grote verantwoordelijkheid. En dat schept, die verantwoordelijkheid, dat schept een plicht. En die plicht is dat je je knieën tegen elkaar houdt als jij niet van zins bent om te zorgen voor je kind. En raak jij zwanger, dan zal je zorgen voor je kind. Minimaal tot het gebaard is. En daarna is het ja, aan jou om te kiezen. Afstaan voor adoptie is geen enkel probleem. Ik ken ook zo'n stel, we willen dan zo zielsgraag een kind en maar neuken en er gebeurt helemaal niks. We hebben enorm gehannes gehad met IVF en toestanden. Die hadden toch zo een kindje kunnen adopteren. Gewoon een kindje van Nederlandse bodem, geen probleem. Ik ken ook iemand en die is geboren in Zuid-Korea. Die is hier in Nederland geadopteerd. En waarom? Laat die lekker geadopteerd zijn in Zuid-Korea. Waarom moet die hier in Nederland geadopteerd worden? Hebben wij hier niet genoeg baby's? Nou, kennelijk niet, want die zijn allemaal geaborteerd. Ja, het is een droeve wereld hoor. Dus ik word er niet blij van. Dat mag je toch begrijpen. En het ziet er niet naar uit dat dit gaat veranderen. Die indruk heb ik niet. Het is jammer, maar helaas. Het enige wat ik ervan kan zeggen op dit moment is dat het... Ja, dit moet stoppen. Er moet iets grondigs gaan veranderen in onze wetgeving. En daarvoor moet er grondig iets gaan veranderen in ons morele besef.
Want wij snappen dat we bezig zijn op deze manier met iets en dat is verschrikkelijk. Ik zwijg maar even. Maar de gevolgen zijn enorm. En heel negatief. En daarom moet het stoppen. Dank jullie wel voor het luisteren. En ik hoop dat jullie de volgende keer, dat ik weer een verhaal hou over abortus, dat jullie weer naar mij luisteren. En daarna weer. En daarna weer. En dat op de langere termijn er iets gaat gebeuren met ons morele besef. Dank jullie wel voor het luisteren. En op zijn hamburgers zeg ik tegen de nog levende en tegen mijn kindje in de hemel: tjus en dag lieverds.